Excited Vlaar en Arzijslicht. En wie gaat nu als eerste die kans zien? Prins, die blijft daar mooi aan de buitenkant rijden. Ja, hij had hem even naar binnen moeten halen. En dan kun je daar mooi dat bochtje in duiken. Maar dat gaat als eerste, gaat daar die bocht in. Volgens mij is dat Engelman. En er zit nu een jongen. En kan Joran Vrugging nu die aansluiting vinden? In de tweede hier ging hij stuk. Zat hij aan de zijkant, dus de machine is gerepareerd. Kijk, iedere keer komt hij een stukje in de bak. Maar Martin Engelman, die houdt zijn snelheid vast en eindsnelheid. Die stond iets hoger voor. Hij kan weg. Vrugging is in de bocht net iets sneller. En vroeg ik niet, hij haalt het net niet. Hij kan hier net niet naar binnen door. Dirk Prins met de Honda. Ja, en nu gaat hij hangen om de achterwiel en dan gaat hij weer sneller maken. Nee, ik weet niet. Maar het zit helemaal. En nu is hij er, hij zit er niet door. Wat een mooie inhalen. Joran Vrugging. De mannen reizen en daar is hij erbij. Nu de smaak te pakken krijgt. En daar zien we een rookgordijn. Is dit tactiek of wordt dit een technisch probleem? Joran, nog twee rondjes. Clara Norg, die zien jullie voorbij. Jochem Haring. Patrick Nijland. Sorry, excuses, Mark Nijland. En Mark die kijkt om, die denkt van, hé, wat mis ik wel of zo? Ja, en Vrugging die rijdt een mooie stijl. Die rijdt hij in een mooie wedstrijd. Blijf nog even omkijken. En die heeft... Waar blijft Prins? Prins die blijft...
En hier is Mark Nijland, de Nestor.